Voor nu moeten we het ook nog even hebben over een stukje natuur in onze stad. Want GroenLinks maakt zich zorgen over de natuurbescherming in het Westduinpark en wil dat er actie wordt ondernomen. Maarten de Vuist, goedemorgen. Rob, goedemorgen. Wat is er aan de hand in het Westduinpark? Wat is het probleem? Het gaat niet zo goed met de duinen. En dat wisten we al wel, maar nu is er een rapport uitgekomen van de Ecologische Autoriteit. Die weer naar alle gegevens hebben gekeken en hebben gezegd... eigenlijk vragen we ons af, doen jullie genoeg en doen jullie het juiste? Maar wat moeten we doen? Want het is toch een beetje vrij natuurgebied en laat maar lekker waaien en de natuur regelt zichzelf wel? Nou, dat zeg je wel leuk. Laat het maar lekker waaien. Want dat is een van de dingen die geconstateerd wordt. Het waait niet goed genoeg. Duinen horen te verstuiven. Als duinen zouden verstuiven, dan hadden we op een gegeven moment ook lopen het risico hier in Den Haag dat we geen duinen meer hebben. En de duinen beschermen ons tegen de zee. Dus daarop fixeren we. We planten allemaal gras op die duinen. De duinen blijven liggen. Maar de duinen erachter die zijn gebaat bij dat het goed doorwaait. Mm-hmm. Die duinen erachter zijn gebaat bij genoeg konijnen die alle jonge plantjes opeten. Want duinen zijn eigenlijk een heel arm stuk natuur. En dat maakt het zo bijzonder. Maar dat maakt het ook zo moeilijk. En alle stikstof die uit zee komt, die wij uitstoten met de auto's, die wij uitstoten met boten die in de haven liggen, ja, die zorgen ervoor dat er te veel voedingsstoffen komen voor de natuur. En dan komen de verkeerde bomen. Dat komt de vogelkers. En die willen we dan niet. We willen mooie duinplanten daar. Dat hoor je toch niet vaak bij GroenLinks. De natuur is te rijk en te divers geworden. Iedere natuur heeft weer zijn eigen ding. En ja, je hebt hier hele verschillende soorten duinen. Mensen van de Stichting Duinbehoud kunnen uren vertellen over dat je de witte duinen hebt en de grijze duinen en de bruine duinen. En die hebben wij allemaal, hè? Die hebben we allemaal hier. Ja, ik zie je enthousiasme en geloof je meteen. Ja, maar die hebben wij hier allemaal. Maar daar moet je wel heel zuinig op zijn, moet je heel veel voor doen. Nou, een van de dingen die je daarvoor doen is Schotse hooglanders daar rond laten paraderen. Want die eten ook die jonge plantjes op. Maar het blijkt niet genoeg te zijn. Het totaal aan natuur, het oppervlak neemt af en de kwaliteit neemt ook af, zegt die ecologische autoriteit. En nou vraag ik me af, ja, oké, en wat gaan we er nu aan doen? En wie gaat er wat aan doen? Ik hoor jou zeggen dat je met een grasmaaiertje, met een hakbel die kant op gaat, toch? Dan is het zo opgelost. Er is een hele groep vrijwilligers die inderdaad... Really? Die dat echt zelf doet. Eén keer in de maand, geloof ik. Ja, klopt. Die echt gezegd hebben, wij gaan dit stuk van het West... Niet het hele Westduinpark, maar dat inderdaad zelf doen. Maar ook zij constateren, het blijft roeien tegen de stroom op. Er zal echt iets moeten gebeuren met hoeveel stikstof daar neerslaat op de lange termijn. En op de korte termijn zullen we toch weer naar herstelwerkzaamheden moeten kijken. Als het gaat om stikstofuitstoot, dan is het een gebied wat volgens mij in die kuststrook valt, waar dadelijk geen zware vrachtwagens meer mogen rijden. Dus dat hebben we toch dan al ondervangen. Dat komt eraan, joh. Nee, maar het laat wel zien waarom dat moet gebeuren. Net zoals we investeren al langere tijd in zogenaamde walstroom. Dat als schepen... aan de kader liggen, dat ze dan stroom gebruiken, wat die gewoon uit de kabel komt. Mm-hmm. En niet hun grote machines op dieselolie laten of stookdiesel laten branden. We zijn er wel mee bezig, maar er moet echt nog veel gebeuren. Niet alleen in Den Haag, dat weet ik ook wel, maar zeker ook in Den Haag, want dat is waar wij onze knop kunnen draaien. En het is onze natuur. Al sinds de 12e eeuw hebben we die duinen. De duinen zijn ouder dan Den Haag. Het Westduinpark is ook een ongekend populair gebied wel. Niet alleen voor de natuurliefhebber, misschien ook een beetje dubbel trouwens, want als je er doorheen wandelt, dan kan je er ook van genieten. Maar er zijn ook hondenbezitters die hier graag naartoe gaan. Fietsers, strandgangers, jongeren. Het belang wordt wel onderschreven door de liefhebber, laat ik het zo zeggen. Ja. En ik vond zelf ook, eigenlijk iedereen zegt dat, hè, mooi duinen. Maar ik vond zelf dat je pas merkte wat die duinen doen met je in die tijden van die lockdowns. Want dan kon je eigenlijk nergens naartoe, maar je kon nog wel naar de duinen. En dan merkte je loopt door die duinen een uurtje en je ziet de zee en je ziet die duinen om je heen. En je bent even weg, midden in de stad ben je even weg. En dat is, dat vraagt toch wel, vind ik, dat we extra inspanningen mogen doen. En dat we er verdomde zuinig op moeten zijn. En tegelijkertijd, al die bezoekers zijn ook weer onderdeel. Ik wilde net zeggen, want ik heb jouw vragen gelezen. Ja. Daar zie ik in staan. Misschien moeten we wat aan de recreatie druk gaan doen. Dan moeten we gaan reguleren. Het voelde toch een beetje als burgertje en toeristje pest, hoor. Nee, we hebben dadelijk een heel mooi natuurgebied, maar wil je er niet doorheen lopen? Nee, dat is te makkelijk. Nee. Maar je moet wel goed nadenken wat je daar doet. Dat is wel zo. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor... het is niet alleen het Westduinpark. Dat geldt ook voor de andere kant van de duinen. Daar heb je ook heel veel auto's die nog tot het parkeergebied, bijna tot de pannenkoekboerderij rijden. En
Ja, auto's zijn vervuilender dan mensen. Wij stoten niet zoveel stikstof uit als een auto op dit moment. De vraag is nog wel een beetje, wie moet er uiteindelijk wat aan gaan doen? Want het is een beetje weer zo'n lekker vage grijs gebied. Valt het nou onder gemeentetoezicht? Is het beheer bij de provincie geregeld? Jij hebt vragen aan het stadsbestuur gesteld. Dus ik ga er zomaar even vanuit dat jij dan denkt, nou, de gemeente die moet het in ieder geval maar oplossen. Ja, het is omdat het een Natura 2000 gebied is, heb je meerdere verantwoordelijkheden. Ook de provincie heeft daar een rol in. Die hebben de eerste analyse gemaakt, die dan vervolgens door die ecologische autoriteit weer werd beoordeeld. Maar volgens mij is het toch gemeentegrond en moeten wij daar als gemeente wat doen. Het is onze natuur. Wij zijn ook een van de grote trekkers achter dat park Hollandse Duinen. Dus volgens mij hebben wij daar wat te doen. Maar wat gaan we doen? Wat is het eerste wat er moet gebeuren als jij de problemen zo voor je ziet? Nou, volgens mij in de periode 2011-2013 zijn er ook echt stukken afgegraven. Omdat er zoveel voeding in die grond zat dat moest gebeuren. En ik weet dat eigenlijk niet of dat de juiste oplossing is. Dus daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar wat gaan we doen. Maar een aantal van die exoten, zoals het dan heet. De Amerikaanse vogelkers hoort in Amerika, niet hier. Ja, die moeten eruit. Er is ook redelijk wat dennenbos, wat ook eigenlijk gewoon een stadium te ver is. Dat hoort niet in de duinen en dennenbos. Dus ik vrees dat we bomen moeten gaan kappen, bedenk ik me nu, Rob. Ja, ik zeg heel bewust nu helemaal niks. Zie jou niks zeggen en ik zie jou verschrikt kijken. Nou, verbaasd was het meer. Maar oké, GroenLinks, dubbele punt. We moeten bomen kappen. Dat staat nu op tape, hè? Ja. Natuur laat de natuur met rust over het Westduinpark. De vragen zijn gesteld, de antwoorden wachten we af. Maarten de Vuist van GroenLinks, dankjewel voor je tijd. Dankjewel.